Hoi, ik ben superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een mooi dienblad. Een heel veel aangevraagde video. We gaan vandaag een mooi dienblad opmaken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl, daar vind je onder een kopje cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het ook naartoe moet, het komt gewoon naar je toe. En je kan een gewenste datum aangeven, dus als je hem later wil ontvangen, dan kan dat ook. Voor de pakketten geldt wel op is op, want ze gaan soms heel erg snel. Heb je meegedaan aan de vorige winactie en heb je het antwoord goed gehad? Dan komt je naam misschien wel hier in beeld. En dan heb je een cadeau ter waarde van 15 euro gewonnen. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen via de mail. En dan is de volgende prijsvraag als volgt. Wat is mijn favoriete bloem? Ja, er zijn er veel, maar goed, extra kans om kans te maken op... een cadeaubon. Maar ik heb wel eigenlijk wel een aantal favorieten. Dus laat het hieronder weten. En dan gaan we nu echt gauw beginnen. We gaan dus aan de slag met een mooi dienblad. Dus ik zou zeggen, heb je er zin over? Doe alvast een duimpje omhoog. En dan gaan we aan de slag. Ik heb voor een mooi neutraal dienblad gekozen. Vandaag gaan we hem opmaken in de herfstsferen. Maar het leuke aan zo'n dienblad is natuurlijk dat je hem elk seizoen kan aanpassen. De komende tijd zal ik in de video's ook laten zien hoe je bijvoorbeeld van een herfststuk ook weer een mooi kerststuk kan maken. Of jullie inspiratie geven zodat je het elke keer weer opnieuw kan gebruiken. En vandaag gaan we dus eerst een herfststuk van maken. Ik heb mooie pompoentjes, kalabassen, hoe je het ook wil noemen. Die gaan we eventjes aan de bovenkant uithollen. En daar komt het bloemstukje in. Heel erg leuk. En die gaan we dan straks bevestigen op het dienblad. Daar gaan we dus met verse bloemen in werken. En we gaan nog mooie materialen omheen zetten. Goed, ik haal jullie even iets dichterbij. Dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Met een scherp mesje maak je even aan de bovenkant een cirkel. En de inhoud halen we er dan uit met een lepel. Ik heb al eens gehoord dat je, als je hem insmeert met vaseline, dat hij langer mooi blijft. Dus dat zou je kunnen doen. Maar voor nu stop ik er dus oase in. Ik doe daarvoor wel eventjes een stukje plastic bij in. En ik snij het steekschuim even op maat. En het overige plastic snij ik dan even af. En ik zorg dat het steekschuim er een klein beetje bovenuit komt. Kijk. Strak. Mocht je kalebas een beetje wiebelen, dan gaan we straks oplossen. Het dakje kan je ook bewaren. Ik heb hem even weer mooi rond gesneden. Maar hier doen we straks een stokje in. En die kun je dan weer aan de zijkant doen. Dat geeft een leuk effect.
Ik doe dan twee stokjes in het dakje. Die stop ik aan de zijkant. Deze komt straks op het dienblad. Oh, een beetje. Mocht hij dus wiebelen, dan doe je er een klein beetje mos onder. Dan staat hij weer mooi recht. Het is natuurlijk een natuurlijk product. Dus dan doe je er gewoon even een beetje van mos omheen. En als het goed is, blijft hij dan mooi staan. Kijk, geeft gelijk een heel leuk effect. Dan gaan we de bloemen, of het steekschuim mooi opvullen met verschillende mooie bloemen. Heel erg leuk. Alleen een pompoen is natuurlijk wel heel erg leuk. Ik zal ook zorgen dat hij los in de webshop verkrijgbaar is. Mocht je zelf een dienblad hebben. Dan gaan we het dienblad verder decoreren met allemaal mooie herfstmaterialen. En wat natuurlijke materialen. Ik vul het aan met verschillende natuurlijke materialen en herfstmaterialen. Mooie bonsai. Mooie kalabasjes. En wat mos natuurlijk. En ik heb hier wat mooi gekleurd mos. Een stuk karel. En ik verdeel het mooi in het stuk. En hier kan je gewoon zelf je creativiteit in kwijt. Ik leg het wel vaak op groepen, want het brengt wel wat meer rust in het stuk. En je mag ook best wel wat dienblad blijven zien. Wat mooie vruchtjes. Kijk hoe super leuk. Eventueel zou je ook nog wel leuk een LED-snoertje erbij in kunnen doen. Dus wat lampjes. Ik leg het kastje altijd een beetje onder de mos. En de batterij kun je gewoon elke keer vervangen. Dus mocht die leeg zijn. Super gezellig natuurlijk om dit zo op tafel neer te zetten. Prachtig. Nou, zo heb je natuurlijk een heel gezellig dienblad. Straks als de herfst voorbij is, dan vervang je de kalabas door een mooie grote kerstbal. Dat is natuurlijk ook leuk om het helemaal mooi op te maken met wat leuke kerstballetjes. Wat je dan doet is het dopje eraf doen, een paar bloemetjes erin. Dan gebruik je eigenlijk de kerstbal als vaasje. Tegen de tijd dat het kerst is, zal ik daar ook een leuke video van opnemen. Maar zo kan je dit pakket eigenlijk gewoon elke keer weer gebruiken. Dus dat is natuurlijk super leuk. Wil je het pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Ik hoop dat jullie wel een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Je kan dus meedoen met de winactie. Laat dan de reactie van de prijsvraag hieronder achter. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En zie je bij de volgende keer weer. Doeg!